Het slechtste cadeau was een keer een soort verpakking met allemaal van die stiften erin, maar het waren gewoon hele slechte stiften. Dus ik denk, je gaat toch geen kunstenaar hele slechte stiften. Hoe was kerst bij mij vroeger? Nou, wij deden eigenlijk meer aan Sinterklaas, om je meteen teleur te stellen. Maar kerst was wel ook een moment van cadeaus. En als ik eraan terugdenk, dan zie ik vooral de kerstboom met dan heel veel cadeaus eronder. Dus we hadden eigenlijk dubbel op. Als ik een cadeau in mijn hoofd neem voor kerst, sowieso 200 euro. Minimaal.